Zaterdagavond vierde Dien de Lanois zijn 10e verjaardag als artiest. In de Plomdom te Nienhoven liep de zaal vol voor wat een formidabel verjaardagsconcert zou worden. Dien komt uit een familie waar boksen belangrijk was en hij kwam dan ook in een aangepaste outfit het podium op. Tijdens zijn concert bracht Dien een overzicht van zijn grootste hits. Maar in primeur zong hij ook zijn nieuwe single MILF. Wel, ik heb ook voor een primeur gezorgd. Hè. Ik heb mijn nieuwste single die nu klaar ligt voor de mensen gebracht vanavond. En die heet MILF. Ik had een beetje schrik voor de reacties, maar de mensen waren dol enthousiast. Ja. Ook voor zijn moeder had Dien een verrassing. Zij werd door de zanger bedankt voor alles wat zij in haar leven voor haar zoon heeft gedaan. En dat deed Dien met het liedje Une belle histoire van Michel Fugain. Ja, mijn ouders hebben mij altijd gesteund. Hè. En ik heb zitten denken van hoe kan ik ze best verrassen of mijn wederzijdse liefde tonen. Hè. Dus mijn moeder heb ik op het podium gevraagd, een nummer voor haar gezongen, Une belle histoire. Ik herinner me nog heel goed tijdens Idool. Vanaf dat nummer was ze eigenlijk overtuigd van oké, je maakt kans om de wedstrijd te winnen. Omdat, nou, de commentaren waren redelijk positief. En mijn pa is ook een muzikant, een percussionist. Hij heeft ook een nummer meegespeeld op het podium, dus dat was heel plezant. Ja. C'est une romance d'aujourd'hui. De grootste verrassing van de avond was absoluut het reunieoptreden van Three Mates. Dennis en Kevin waren maar wat blij dat zij nog eens met Dien op het podium konden staan. Ik ga eerlijk zeggen, Dien heeft ons niet echt moeten overtuigen om ons hier op het podium te krijgen. Omdat ik heb nog wel geregeld contact met Dien. En dat is een hele goede maat. En om met hem nog eens op het podium te mogen staan... Met plezier, dat is voor mij geen hard labeur of zo, dat is gewoon genieten. Dien heeft door de jaren heen hard geknokt om daar te geraken waar hij nu staat. Door vooral erin te geloven, dat is heel belangrijk. En vooral hard werken aan de carrière. En ik wil niets anders doen. Ik sta heel graag op het podium en ik vind het heel leuk om mensen te entertainen. En natuurlijk komt daar wel een portie geluk bij kijken ook. Hè. Het is niet altijd roze geur en maneschijn, maar hoe harder dat je ervoor werkt, hoe meer dat ik er wel in geloof van dat de kans bestaat om nog veel langer te blijven doorgaan. Het sterkste punt van Dien is zeker zijn kracht en zijn wil om door te gaan wanneer dat andere mensen misschien ermee stoppen. Hij heeft het heel lang volgehouden. Het is met ups en downs geweest. Ja, dat is altijd zo in het leven natuurlijk. Maar hij heeft het altijd volgehouden. En zie nu waar dat hem nu staat. Hij is al 10 jaar bezig. Dat is zeker iets dat wel een applausje verdient, denk ik. Ja. Opvallend, heel wat fans die 10 jaar geleden op alle optredens van Dien waren, volgen hem vandaag nog altijd. Wij zijn al 10 jaar fan van Dien, omdat hij ons tijdens Idool opviel. En dan samen naar de optredens en zo gaan. En daardoor een grote vriendenbende. En daardoor zijn we er nog altijd 10 jaar later om hem te steunen in alles wat hij doet. Dien beseft als geen ander dat hij heel veel aan die fans te danken heeft. Ja, mijn fans, ik ben die echt nog altijd dankbaar. Er zijn er echt niet veel verdwenen de voorbije 10 jaar. En elke keer waar dat ik ook sta, dan zijn ze daar. Dus bij deze lieve fans, een dikke merci.